In Maastricht? Je moet uren gaan maken straks in dat hok. Leuk. Misschien kan je ook bij de lessen zijn van... Ja. Leuk vent ook, dus... Leuk. Ja. Volgende evenement ga je dan ook draaien. Ja, 23 november. Mijn eerste setje. Nou, maar denk je niet dat ik dat kan hier? Oh, sorry liefde. Ik denk maar echt... Dat ik daar ook geschikt voor ben. Ja. Ik ben een face-based eerste klas. Ja, ik denk ook achter die tafel, DJ Diva. Je kan het lekker uitbrengen met bling, bling, bling. Je kent zo'n omaatje toch, die in de 80 is, die DJ is? Oh, ja. Ja, nou, hilarisch. Ja. Ik heb het alleen maar over haar. Ik vind het helemaal geniaal. Ik vond haar echt geniaal. Dus, nou, je kan er een heel leuk conceptje van maken. Ja, ik denk ook dat het weer hilarisch wordt. Ja, ik moet alleen er weer om lachen dat we de zesde DJ in huis hebben. Kan jij naar schelen? Nou, in principe niks. Ik heb er verder niet zoveel mee te maken. Maar als jij daar gelukkig van wordt... Dat denk ik wel. Ja? Ja, ik wil graag je tourmanager zijn. Ja, leuk. Ja, en ik doe de boeken. Ja, graag. Ja. 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 Wil je ook graag je tourmanager zijn? Wat ga je maken? En dan wil ik graag een DivaJet. Wat wil je? DivaJet. Oh, dat is geen probleem. Waar jullie dan ook in mee mogen? Ja! Maar dat zit ook wat hoor. Ja. Ja. Dat is kut voor je, Maris. Ja, maak niet. Oh, gewoon hilarisch. Oké, dus ik mag je rider ook gaan maken. Zo. Dat is leuk. Ja. Het aankomende evenement. Ja, helemaal perfect. Oh, dit is leuk. Dit vind ik wel leuk. Dit is ook hilarisch. Ja? Oh, dat. Ja, je moet hier alles proberen voor Shell geweest. Ik heb trek in een colaatje. Ja, het lijkt me echt oprecht ook echt heel leuk. Ja, zijn we er klaar voor? Nee, Freddy gaat notuleren. Nou, ik ga nu eerst even mijn DJ bellen. Maar daarna wel? Ja, maar je moet even kijken, want die jongens hebben ook een idee voor die kunnen die dingen toevoegen. Geven. Ga jij doen dit? Ja, goedemiddag. Ik ben er even niet. Ik ben of even te druk, of ik zit in vergadering. Maar stuur mij even een sms'je of een appje. En dan reageer ik heel snel. Alsjeblieft niet inspreken in mijn voicemail, want ik luister me echt niet af. Dus even een appje of een sms'je. Bel even met een bekend nummer, neem ik op, anders niet. Ja, Mike, sorry, je spreekt met Leroy uit Utopia. Ik weet het, dat je normaal niet opneemt met onbekend. Oh. Wacht even, ik zet je hem even op... Merel. Hoi. Sorry, ik ga toch niet opnemen.
Ja. Die hier gisteren was. Ik zeg, ja joh, die was hier gisteren nog. Ik zeg, die doet al ons geluid. Wie is Mike dan? Mike S, DJ. Wie is dat? Ja, hij is van Crazyland, Pleasure Island, en Bitches. Zo'n hele grote feesten zijn dat. Yeah? Wel een bepaald genre, dus ja, je kent dat of je kent dat niet. Yeah. En ik was heel lang de enige die dat hier binnen kende. En Lexi, die kent het ook. Ja, maar volgens mij weet, maar dat ga je draaien. Nou, hij zei er niks over. Nee, dat ga je draaien. Als ik dat zou kunnen draaien, dat is dik hoor. Ja, maar dat genre wil je draaien? Ja, weet ik veel. Ik vind alles leuk. Ja. Je moet wel een beetje gaan kiezen wat je wil gaan doen. Ja, kijk, Moekraton vind ik ook heel leuk. Ja. Weet je wel, wat op Gerrit's verjaardag was en wat we met Koningsdag hadden, dat vind ik heel leuk. Maar daar heb je al zoveel mensen van. Ja.